Yo, kijkers van Game & Max. Vandaag weer een nieuwe Mindtopia video. We zijn weer in Mindtopia vandaag, mensen. En vandaag zijn we in Cosmopolitan. Nou ja, Cosmopolitan, wat is daar? De centrale bank, zoals je kan zien. Dit rete groot hoog duurgebouw van kwart en zo. Nou, waarom ben ik hier? Helemaal niet voor deze reden. We zijn natuurlijk maar voor één ding in Cosmopolitan. En ja, daar is het, de stockmarket. De stockmarket is weer open. In de video van Dylan hebben jullie vast wel gezien dat ik met hem dingen heb uitgelegd hoe stockmarket werkt. En als je dat wil weten, moet je even de video van Rotjochie kijken. Stockmarket gaat fouten, zo heet hij. Daar leggen hij en ik in uit hoe je de stockmarket heel goed kan gewoon doen. Daarbij hebben we een aantal tips gegeven hoe je het best kan inzetten, hoe je kan checken wat er goed loopt enzovoort. Een voorbeeldje kan ik al geven. We zijn naar Mindtopia geweest en we hebben gekeken hoeveel plots er verkocht zijn door middel gewoon door elk plot info te doen. En dat heb ik deze week ook gedaan. Ik bespaar jullie de moeite. Dat heeft me ongeveer 2 uurtjes de tijd gekost om elke stad. En ik heb een paar goede opties gevonden. Dus daar ga ik inzetten. De update is ook vanavond. De update is nu 7:30. De update is om 9 uur. Dus als de update geweest is, ga ik ook direct opnemen. Dus dan komt het allemaal in één video. Dat is wel leuk. Want dan weten jullie gelijk wat ik verdiend heb in de stockmarket. Nou ja, hier is mijn kantoortje. De vaste klant zit natuurlijk vooraan. De stoel moet eigenlijk wel gedraaid worden, want dit is mijn stockmarketapparaat. Zoals je kan zien, ik heb 10 stocks, maar dat moet altijd voor de zekerheid, anders bugt je account weg. Nou ja, ik heb een paar dingetjes waar ik op ga inzetten. Contractia ga ik deze week niks op inzetten. Het bouwbedrijf staat redelijk hoog, 17.000. De gemeente staat hoog, 1200. Dus je moet een beetje op de lage dingen inzetten, zoals de meeste mensen wel weten. En ook verteld is in die andere video. Dan gaan we naar Gredel. Nou, Gredel, de gemeente staat op neutrale waarde 1000, maar het bouwbedrijf staat op 13.000. De neutrale waarde van het bouwbedrijf is ongeveer, even denken, 15k. Dus deze staat 2k eronder. Dat betekent dat het, als er nu veel gebouwd wordt, dat het best wel kan gaan stijgen. En er is veel gebouwd, mensen. Ik heb een stuk of echt grote gebouwen in het hek zien staan. Natuurlijk die van mij, die van Wenki staan. Die van het oude, hoe heet dat, plotbedrijfje van de Red Company. En nog wat dingetjes, random dingetjes. Oh nee, het lootcrate-bedrijf van Chalkron zit ook in de hekken. Zo doende heb ik besloten hier 100 stocks op te kopen voor 1,3 miljoen. Dus ik ga 100 stocks op bouwbedrijf Gredel inzetten. Nou ja, we hebben er 100 stocks op ingezet. Dan gaan we naar Hollandia. Hollandia is ook, het bouwbedrijf zit ook vrij laag, dus dat is ook aantrekkelijk. Ik heb ook een rondje Hollandia gelopen en ik heb een heleboel hekken gezien. Een heleboel grote gebouwen, alleen ik weet eigenlijk niet wat er vorige week is gebouwd. Dus dit is een gokje wat ik ga nemen, mensen. Het staat vrij laag, dus ik durf er eigenlijk wel op in te zetten, want ik ga toch vanzelf wel ooit omhoog. Dus ik denk dat ik hier ook 100 stocks op ga kopen. Ik ga het gewoon doen, mensen. Hier, hoppa, 100 stocks erop gekocht. Bouwbedrijf Hollandia. Dus we hebben nu 100 stocks op bouwbedrijf Gredel. En we hebben 100 stocks op bouwbedrijf Hollandia. Nu dat heb ik gedaan. Cosmopolitan. Daar heb ik eigenlijk niets grote verandering gezien. Ik heb een plot geteld. Er is een paar verkocht, maar niet echt in vergelijking tot vorige week veel. Industrial auto's, dat weet ik niet. Daar heb ik niet op gelet. Daar kijk ik nooit auto's. Bouwbedrijf zit ook laag, maar ik heb niet echt een gebouw gezien. Ik heb wel gezien dat er 2 plotjes zijn verkocht, maar ja, ik denk niet dat die daarop gaat stijgen. Dus die slaan we ook over. Heratopia. Heratopia is het bouwbedrijf wel vrij hoog, dus dat is eigenlijk geen optie. De gemeente staat op neutrale waarde. Nou weet ik dat er best wel wat plots zijn verkocht daar, dus in principe kan ik hierop inzetten, maar ik vind het nog net iets te hoog. Dus ik denk dat ik er niet heel veel winst op ga maken. Dus die slaan we even over. Mindtopia geldt hetzelfde. Vorige week zijn er heel veel plots verkocht, deze week niet. Dus daar gaan we sowieso niet op inzetten. Het bouwbedrijf is ook vrij weinig in de hekken, dus daar gaan we ook niet op inzetten. Nou, Sunnyvale staat hoog en deze staat ook hoog, dus daar gaan we ook niet op inzetten. Daar komt de inkoop Wastelands. Toevallig is de inkoop van Wastelands heel lang dicht geweest, dat ik weet. En nu is er een nieuwe CEO en ik heb er zelf best veel wat aardappeltjes gekocht, niet veel, maar gewoon voor 10k zo'n aardappeltjes. Maar toen ik daar stond, zag ik natuurlijk dat er een hele rij stond met allemaal mensen die food gingen kopen. Aangezien de neutrale waarde van Wastelands inkoop op 1000 is, denk ik wel dat die gaat stijgen. Dus ik denk dat we 1000 aandelen erop gaan kopen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nu hebben we 850k hierop staan. Dus ja, ik denk dat die ook wel gaat stijgen. Nu hebben we ongeveer 3 miljoen op de stok staan. Hoi. Heb je winst? Hij is nog niet geüpdate. Hij is nog niet geüpdate, lol. Heb je winst, zeggen ze. Dan hebben we 1200 stoks erop staan. Nou ja, nu heb ik ongeveer 3 miljoen op de stok staan. En ja, dat ga ik erop laten, denk ik, mensen. We gaan niet zo heel veel geld inzetten. Ik ga niet al mijn geld het risico nemen, want wie weet... Ja, wordt de stok ineens gesloten dadelijk of door wat voor reden dadelijk ineens. Dus neem ik het gokje niet deze keer om zoveel inzet. 3 miljoen vind ik prima. En dan gaan we nu even een uurtje wachten of anderhalf uur tot de stok geüpdate is. En dan zie ik jullie dan. Yo guys van GameMax vandaag. We zijn weer terug. En ja, de stok is geüpdate. Zoals je ziet, de hekken zijn net weggeslagen. Dus iedereen komt binnen. En ja, het heeft een paar uurtjes geduurd. Het is onderhand 11:30 een avond. En nou is de stok geüpdate, dus er zitten wat uurtjes tussen. Nou, we gaan naar mijn kantoortje en we gaan kijken wat er is geüpdate. Nou, ten eerste, we hadden ingezet een bouwbedrijf Gradle, 100 stoks. En hij is gestegen met 200. Of niet? 200, ja. Gradle is gestegen met 200, dat valt echt tegen. Dan doen we slashes kalk 100. 100 keer... 100 keer... keer 200, dat is 20.000 euro winst hebben we hierop. Dan gaan we naar bouwbedrijf Rolandia. Die is met 500 gestegen. Dan doen we, ja, dat is 50.000. Niet echt veel geld. We hebben tot nu toe 70.000 winst. Dat valt nog wel mee voor het aantal geld dat we hebben ingezet. Dan hebben we natuurlijk ook nog 1000 stocks op inkoop Wastelands. En die is maar met 10 gestegen. Oh, dat valt echt tegen. Dus dan hebben we 1000 keer 10. Dat is ook 10.000. 80.000 euro winst, mensen. Dat... ja, het valt tegen deze keer. Vorige week had ik veel meer. Maar ja, dat kunnen we. Natuurlijk heb je niet altijd geluk. Dus ja, we hebben 80.000 euro winst. In principe niet verkeerd. We kunnen gewoon kijken wat er bij de andere steden is gebeurd. Kijk, Pietraxia is zwaar gedaald. Bouwbedrijf is ook hetzelfde gebleven. Credo gemeente is gedaald. Hollandia gemeente is ook hetzelfde gebleven. Cosmo gemeente is hetzelfde gebleven. Ja, dus eigenlijk Industrial is... oh, Industrial is gestegen. Wat? Hoe kan Industrial gestegen zijn? Dat snap ik niet, maar ja, dat is een beetje heel raar, want ze hebben maar twee plots verkocht. Dus die logica snap ik niet. En het bouwbedrijf is met 200 gestegen. Heratopia gemeente is met 50 gestegen. Mindtopia gemeente is met 200 gedaald, mensen. 200 euro. Hoho. Dus dat... ja, iedereen die Mindtopia had ingezet is genaaid. Sunnyville kunnen we ook even kijken. Is een beetje hetzelfde gebleven. Even kijken, ja, alles is een beetje hetzelfde gebleven. Dus ja. Wacht. 16. Ja. Dingen zijn niet erg veel gestegen. We hebben 80k winst. 80k winst. Het is niet verkeerd, maar het is niet echt bijzonder veel voor het aantal geld dat we hebben ingezet. Dus ja. In principe, soms heb je geluk, soms heb je geen geluk. Dus jij wil je ook stokmarkten doen. Dus als het goed is, binnenkort meer plaatsen vrij. En dan, dit was de video. Dan bedankt jullie voor het kijken. Doe even allemaal een like. En vergeet niet te reageren. En dan tot de volgende keer. Doei!